gaat niet helemaal goed, heb ik de indruk, met de muziekinstallatie. Michel Vorm, van hem is zojuist afscheid genomen. Hij hield gisteren voor Swansea City zijn club op een keurige 0-0 in de uitwedstrijd tegen Liverpool. Ik ben bang dat er vandaag andere sentimenten spelen. We zijn verrast met het origineel, geschreven door de man die het voor deze ene keer ook zong, Rijk de Gooyer, met Als ik boven op de dom sta. En het belooft een spektakelstuk van Je Welsen te worden. Niet alleen Michel Vorm, van wie werd afscheid genomen, maar zojuist mocht ook Mihai Nesu, die voor het eerst terug is op de club in het stadion, een enorm ter ondersteuning applaus in ontvangst nemen. Hij was gisteren ook op de training en ziet dan vandaag vanuit een skybox het duel tussen FC Utrecht en Ajax. Ze stonden 41 keer tegenover elkaar. Utrecht won er 12. Het werd 9 keer gelijk en Ajax won er 20. Maar met name in de afgelopen seizoenen heeft Ajax de grootste problemen om met punten hier uit Utrecht te vertrekken. Dit de opstelling van de thuisclub die op 2 posities afwijkt van die van vorige week. Zulo maakt plaats voor Bulthuis links achterin en Gernd is terug. En dat gaat ten koste van een jong talent genaamd Kali. Ook bij Ajax 2 veranderingen, althans ten opzichte van de vorige competitiewedstrijd. Het duel uit in Kerkrade tegen de Rode JC. Van der Wiel en Soleimani zijn terug en dat gaat ten koste van Ooyer en Lukoki. Ja, nou, die is nog wel even bezig, denk ik. Zometeen naar het handen schudden gaat de tos plaatsvinden onder leiding van Ruud Bossen. Dat is de scheidsrechter van vanmiddag. Hazare verkiest van speelhelft te wisselen. Vorig seizoen eindigde het in 3-0. Twee man Duplan, die is er vandaag ook bij. En eenmaal Vostermans. Maar een groot deel van de Utrecht-ploeg van het vorig seizoen is al lang niet meer in dienst van de club uit de Domstad. Bulthuis, de linksback. Ik heb hem één keer gezien in de bekerwedstrijd die Utrecht speelde bij de Graafschap. Wat mij betreft een goede linksback. En Soleimani, die met 6 goals topscorer is bij Ajax. Ajax had natuurlijk 3 opstekers op rij kende met een bekerwinst in Kerkrade. Niet veel later een competitiewinst in Kerkrade. En daaroverheen nog eens de dikke overwinning in de Champions League tegen Dynamo Zagreb. Alderwereld en Vertongen. Eriksen, Van der Wiel. Zo scoorde hij tegen Zagreb en nu schiet hij voorlangs. Dat is een beste mogelijkheid en die doet zich voor binnen 30 seconden. Toen koos hij voor hard en hoog in de korte hoek. Dit houdt een beetje het midden. Tussen ja, wat eigenlijk, een mislukt schot en misschien een voorzet, maar hij springt er wat slordig mee om, de rechtsback. Ja, de staat van dienst van Ajax om 12:30 beginnen. Sportief gezien is niet al te best. En dit voor het eerst Utrecht in de vooruit. Makkelijk van de bal gelopen, Van der Wiel. Soleimani, Eriksen. Het past allemaal net als Soleimani er eerder bij is dan de Utrecht defensie. Maar dat wordt voorkomen door Nielsson. Utrecht dat weliswaar geen best seizoen draait. Maar op eigen terrein alleen zijn meerdere moest herkennen in Heerenveen.
Alderwereld. En een blessure. Een gekke blessure, omdat De Jong zomaar is gaan liggen. Het linker bovenbeen, dat lijkt het probleem. Het schiet erin. En ik ben bang dat dit einde wedstrijd is voor Siem de Jong. En Ajax is al binnen 3 minuten gedwongen om te gaan wisselen. Bulikin gaat hem zometeen vervangen. Ajax zal snel in de wedstrijd een belangrijke speler kwijt. Van der Wiel wacht op Vertonghen en omgekeerd en besluit dan toch maar zelf het probleem op te lossen. Er werd even getwijfeld bij Ajax achterin. Soleimani. De trieste aftocht voor Siem de Jong. Sigurdsson en Boydussen zijn er al geruime tijd uit. Bulikin. Duplan. Voor het doel Moulenga, die staat bij de eerste paal, die kan er niet bij. Eriksen. Stevig aangepakt, maar het mag door. Soleimani. Anita. Ook stevig aangepakt. Dat is de tweede blessure aan de kant van FC Utrecht. Maar, of aan de kant van Ajax. Utrecht speelt verder. En dit is het volgende Amsterdamse slachtoffer. En zo gaat het snel. Niet dat hij in zijn geval de dupe wordt van een overtreding, Anita, maar hij gaat er nogal naïef in met de binnenkant van de voet. En als dan een tegenstander zo inkomt, en die tegenstander is Mertensson, dan betekent dat, dat ziet u, dat Blind moet gaan warmlopen. Bulikin. Ja, en welke scheidsrechter je hier ook vandaag neerzet, die zal deze middag weinig goed kunnen doen als het een beslissing is die uitvalt in het nadeel van de thuisclub. Gern start. Moulenga wordt aangespeeld. Bovenberg. Anita. Krijgt hulp van de grensrechter. Want op het moment dat de bek appelleert, steekt hij zijn vlag op. En krijgt Ajax een vrije trap. Soleimani. Maar eindigt deze wandeling in de voeten bij een tegenstander, bij Duplan. Fernandes. Die leerde, blijkt zojuist, van de actie van vorige week bij NEC. Toen hij de tegenpartij goal cadeau gaf.
door de bal niet meteen weg te spelen. Bovenberg. Van der Wiel. Vertongen. Wordt nu de drukte in gedwongen, min of meer. Van der Wiel. Buitenom komt Anita. Dan zal hij wel recht voor zijn rechter moeten leggen. Eriksen. Boulikin. Eriksen wordt overgeslagen. Boerichter. Goeie aanval. Geweldige aanval van Ajax. Die wordt bekroond met een treffer door Dimitri Boulikin. Die staat amper een minuut of vier op het veld als vervanger voor Sien de Jong. En die doet meteen waarvoor hij is aangetrokken. Zoals hij dat ieder dit seizoen ook al deed in de uitwedstrijd met PSV. Die scoort. En dat is het resultaat van een prachtige aanval. Het past allemaal precies. Het gebeurt in de drukte. En Ajax leidt in de Galgenwaard met 1-0. Hier de actie van Boerichter. De nieuwe oranje klant. En Boulikin reageert heel attent. En er staat 0-1. Uitgestoken been, krijgt er voor een vrije trap tegen, verontschuldigt zich. En deze snijder overlegt voordat hij de vrije trap gaat nemen. Weer een minuut na de Ajax-goal. Goed genomen. Twee man die elkaar in de weg lopen. En een hele behoorlijke mogelijkheid die uiteindelijk niet wordt benut. Door Nielsson. Er is natuurlijk sprake van buitenspel op het moment dat de bal wordt doorgekopt. Maar daar kijken grensrechters, weet ook Feyenoord inmiddels tegenwoordig iets anders tegenaan dan de doorsnee voetbal kijken. Bulthuis. En de eerste redding voor Vermeer. Boulikin. Mist even de richting. Hazarde, de man die inschiet. Hij krijgt iets te veel ruimte van Anita. Terwijl hij toch over het sterke been van Anita, namelijk zijn rechter, naar binnen kan komen Hazarde. Blijkbaar geen buitenspel voor Gerrit, maar die kan er niet veel mee met deze bal. Vermeer, Eno en Vertongen. Boulikin, Anita. Anita, Boerichter. De bal heeft voor zich uitgespeeld. Boerichter alsnog. Maar die tikte zijn tegenstander aan. Dat is niet altijd best van Nielsson. Verontschuldigt zich. Maar ja, daar schiet je meestal niet zoveel mee op. Buitensbach nu opknappen. Het begin
voor Ajax zoals het zich dat gewenst heeft. Vertongen. Moeilijkje. Afgetroefd door Wuitens. 1-0. Eriksen. Jansen vraagt. Die stond vrij. Die stond inderdaad ter hoogte van het strafgebied van heeft Utrecht zo vrij als een vogeltje. Levert zomaar in bij Vertongen. Vertongen gaat het proberen. Fernandes, oh, die glijdt weg bij het nemen van de doeltrap. Moulikin. En Wuitens. Een van de weinigen die over is van het elftal dat vorige week, vorig seizoen Ajax klopte met 3-0. In dat opzicht heeft de thuisclub niet één, maar wel drie jassen uitgetrokken. Soleimani. 1-0. Anita. Boerichter. Ook wat problemen met het veld. Dat is nummer 2 in een minuut. Moeilijkin. Denkt zelf. Sterker nog, is ervan overtuigd dat hij de bal speelt. Bos is een andere mening toegedaan. Moulikin speelt inderdaad de bal. Wuitens. Snijder. Nielsson. Dat was een goede ingreep van Moulikin. Bovenberg glijdt nu weg. Het is glijden vanmorgen in Utrecht voor een aantal. Jansen. Die doet ook nog mee. Ik denk zelfs dat hij voor het eerst aan de bal is na een minuut of 15. Eriksen. Moulikin. Eriksen onderuit gehaald. Nee, vindt Bos. Buitens. Olenga. Dupont. Snijder. Vraagt zo wel veel van Olenga, maar toch maar tijd niet helemaal goed. Dan heeft het ook niet nogal lastig, zo te zien met de kracht van de spits van FC Utrecht. Hazard. Zoekt meer de ruimte om te schieten. En scoort! Komt naar binnen. Heeft dit keer helemaal geen last van Anita. De vorige keer eigenlijk ook al niet. Nou, ik heb de indruk dat deze bal van richting wordt veranderd, maar daar krijgen we zo wel uitsluitsel over via de herhaling. Hoe dan ook, Utrecht staat in de 16e minuut naast Ajax. Nana Azare krijgt hier de bal. Let op Anita. En ik denk dat die bal via... langs Vermeer vliegt. En daarmee is de doelman van Ajax kansloos. Volgende wissel bij de Amsterdammers. Al de wereld voelt zich niet lekker. Thank you.
En zijn vervanger is André Ooyer. Twee goals, twee wissels. Er gebeurt van alles en nog wat bij Ajax. Vermeer. Met buikkramp van het veld. Eriksen. Het is niet over dat het erg besmettelijk is, want anders heeft Ajax, als de 90 minuten voorbij zijn, weinig mensen meer over. Eriksen. 1-0. Wakker worden, want Hazard doet mee. Soleimani. Bolikin. Eriksen en Theo Jansen. Eno. Ooyer. Het publiek vindt het maar niks dat Ajax de bal heeft en de thuisclub niet, maar ik heb de indruk dat Utrecht zelf daar wel vrede mee heeft. Buitens, als hij erbij kan, Bovenberg. Buitens. Moulenga weg, nu uit de rug van Ooyer. Voor de tweede keer heeft Moulenga niet de controle, maar wordt dat goed gemaakt door Dutrois. En nog geen twee minuten nadat Ajax de gelijkmaker moet incasseren, maakt Dutrois 2-1 voor de thuisclub. En ziet het er achterin bij Ajax belabberd uit. Want het is al de tweede keer dat Moulenga ontsnapte. Hij kende geen goede controle, maar Dutrois schiet de hulp. En klaart de klus en zet Utrecht op een 2-1 voorsprong. Wordt dit nou weer zo'n Utrecht-Ajax, zoals Ajax die ook in de voorgaande twee seizoenen heeft gespeeld? Hier de lange bal, geen sprake van buitenspel. Moulenga heeft een niet al te beste controle, maar Duplan profiteert daarvan en maakt 2-1. Een opmerkelijk eerste 20 minuten van Utrecht-Ajax. Vorig seizoen was die twee keer succesvol, Duplan tegen Ajax. Moulenga mag buiten het veld even bijkomen. En hoe André Ooyer erover denkt, over de paar minuten die hij meedoet, dat staat op zijn gezicht te lezen. Ooyer. Vertongen. Anita. Bolikin. Eriksen. Ruimte bij Anita. Maar Eriksen verdwaalt in de drukte. Bolikin heeft een tik gekregen. Krijgt alsnog de vrije trap mee. Zoals gezegd, elk besluit dat Bosse hier vanmiddag neemt en dat niet is in het voordeel van de thuisclub, komt hem op een enorm fluitconcert te staan. Het is Sneijder die de overtreding maakt. Theo Jansen heeft zich gemeld voor de vrije trap.
bij deze situatie zal de doelman van Utrecht, Fernandes, even terugdenken aan vorige week. Toen zag hij een bal via de lat, via zijn rug uiteindelijk in het doel verdwijnen. Het wordt Vertonghen, hard en laag en tegen de muur aan. 1-0. Boerichter. Boerichter nog een keer. Goeie bal. Soleimani is te klein. Vertonghen wacht. Gaat er wat half in. Is nu en uit positie. En Utrecht kan weg. Met Moulenga. Vertonghen. Soleimani. Daar ontstapt buiten. Dus denk ik aan geel. Omdat Soleimani voordeel krijgt. Soleimani. Hij krijgt het nog wel te horen buitens. Van Bossen. Over wat hij hier doet. Maar het is terecht dat de scheidsrechter in ieder geval voordeel geeft. Dulthuis. 1-0. Anita. Vermeer verschaft zichzelf net voldoende lucht om die bal zonder al te veel problemen weer weg te krijgen. 1-0. Gern. En Vertonghen. Jongens, stop er alsjeblieft mee. Even testen met het idee. Spieken is er ook maar druk mee en gezangen die niet allemaal door de beugel kunnen, plus vuurwerk. Dus de boetes stromen binnen in Utrecht. Maar ja, dat zal allemaal een worst zijn zolang de thuisclub met 2-1 voor staat. Theo Jansen. Ooyer. Duplan. Anita. Eriksen. Boerichter. Met nogal wat ruimte. Soleimani, Boerichter. Boulikin, onderweg worden er wat Ajaxiden tegengehouden, steeds als ze de bal net hebben gespeeld. Gaat mis met Soleimani. Vertonghen. Soleimani. Soleimani probeert het nu uit alle plekken van het veld. Hij heeft in ieder geval iets achter zijn naam staan, waar voorlopig niet meer aangekomen zal worden. U ziet het. De snelste goal ooit van een invaller. De goal is hier in de maak. Voorbereidende werk komt van Boerichter. En de punt van de schoen van Moulikin doet de rest. Maar inmiddels is de situatie totaal anders. Van der Wiel. Eriksen. Ajax krijgt nog steeds zijn ruimte zat. Jansen gaat het ook proberen van afstand. Vertonghen. Eriksen. Moulikin. Eriksen. Soleimani. Ajax krijgt nog steeds heel veel ruimte om te spelen. Er zit af en toe wel een voet tussen, maar ik vraag wel hoe lang dit goed gaat. Soleimani. Van der Wiel.
Bovenberg. Stil in de Galgenwaard. Men koestert aan de ene kant weliswaar de voorsprong, realiseert zich dat dit gewoon geen gelopen zaak is. De Ajax krijgt veel ruimte om te voetballen. Boerichter. Daar is de volgende voorzet. Daar zit Nielsson tussen. Bovenberg. Buitens. Ooyer. Ooyer, dat is geel. Als het daarbij blijft. Het is voor Bossen voldoende, maar een aantal anderen vindt van iets tijdere slachtoffer. Op het moment dat Ooyer denkt de bal te verspelen. Nou, dit is rood. Hij krijgt geel, maar het is rood. Wat André Ooyer doet. Ooyer wordt gered door Bossen. Want had eigenlijk niet meer op het veld mogen staan. En Sneijder mag blij zijn als hij kan doorspelen. Zo ziet een rode kaart eruit. Zich er veel van voorgesteld, Rotti Sneijder tegen Ajax. En Mark Dudewen zegt wel patent wat er allemaal te zien is op dat onderbeen. Vertongen, Eriksen, Bolikin, Eriksen, Utrecht dus met 10, Soleimani, Van der Wiel. Hij is terug, Rodney Sneijder. Soleimani, Bulikin, Soleimani, fopt Fernandes. Maar de lat voorkomt een Ajax-treffer. Dit is de man in vorm. Scoorde afgelopen woensdag ook prachtig in de Champions League. Door met een bal van Siem de Jong in één beweging langs de doelman van Dynamo Zagreb te gaan. En hier ziet hij Fernandes iets te ver voor het doel staan. Maar blijft hij zonder treffer. Mickey Soleimani. Eriksen. Soleimani. Gaatje dichtgelopen door Nielsson. Maar dat is een deel van de oplossing. Hier moet het vervolg komen via Bulthuis en dat blijft uit. En Sneijder heeft in zijn boosheid... Wel zijn revanche, alleen op de verkeerde. Jansen. En dit is 2-2, omdat er niets anders aan zit dan een buik. En daarmee scoort de man die eigenlijk al niet meer over het veld had mogen staan. De gelijkmaker voor Ajax na een dik half uur voetballen. Brengt André Ooyer, hij uitgerekend, Ajax naast FC Utrecht. Totaal vrijstaand, geen sprake van buitenspel. En hij loopt die bal er gewoon met de buik in. En het staat gelijk in Galgenwaard.
En dan te bedenken dat hij er voor deze overtreding een minuut of twee geleden eigenlijk af had gemoeten. Bovenberg. 1-0. Ooyer. Soleimani. Mooi laten lopen. Eriksen. Van der Wiel. 1-0. In dat opzicht kun je zeggen dat Frank de Boer een goed beleid heeft als het gaat om het brengen van invallers. Eerst Boulikin die scoort, nu Ooyer die scoort. Ooyer. Vermeer. Omdat de bal terug van Ooyer wat aan de korte kant is. Eno. Anita. Eno. Van der Wiel. Dat is een rare bal van der Wiel. Vermeer. Boulikin. Boerichter wordt buitenspel gegeven. We wachten een moment, de grensrechter, maar we besluiten toch maar dat de linkerspits van Ajax buitenspel staat op het moment dat Boulikin de bal speelt. De man heeft een Timmermans oog. Maar dat scheelt niet veel. Lenga. Oh, heeft iets aardigs in huis en verrast daarmee in ieder geval zijn directe tegenstander en bijna ook Vermeer. Nielsson, buitens. Azaren. Want het achterste deel van Ajax houdt kwalitatief gezien tot nu toe geen gelijke tred met de rest van het elftal. Hier nog een keer de actie van Moulenga met die fraaie omhaal. En de goede reflex van Kenneth Vermeer. Bal kwijtgeraakt. Boulikin, die het nodige wink daarvoor in, die een goede invalbeurt heeft. Soleimani, van der Wiel doorgelopen, slecht aangespeeld. Eriksen, dan maar een keer schieten, dat hebben ze zich wel gerealiseerd bij Ajax. Zat er natuurlijk een jonge keeper op de doelstand bij de thuisclub. Jansen. Bovenberg. Jansen nog maar een keer. En Hens van Moulenga. Eno. Met Bulthuis. Pech van de Bulthuis, Soleimani. Van de Wiel, moet weer passen en meten. Maar dat blijkt Ajax voorin in ieder geval redelijk bedrijvig in en redelijk goed in. Ooyer. Soleimani. Slecht aangespeeld. Moulenga.
draait ook de verkeerde kant op. 1-0. Jansen, Eriksen, 1-0. Sneijder. En Hazard met een overtreding. Daar eindigt het uiteindelijk. De laatste Ajaxiden die hier scoren waren Van der Wielen en Vertonghen in 2009. Dat was ook voor het laatst in maart was dat Ajax hier won met 2-0. Eriksen. Soleimani. Soleimani. Nog 7 minuten tot aan de rust. 4 goals. 2 wissels. En eenmaal geel waar het rood had moeten zijn. Dat is de oogst. Val gemaakt. 1-0. Anita. Het gekke is, Ajax lijkt eigenlijk de hele tijd behoorlijk controle te hebben, maar een paar momenten dat het misgaat achterin, gaat het ook meteen goed mis. Eriksen, notabene 1 van 3 Ajaxiden op een plek waar de bal is. Die bijna nog kunnen overleggen wie van de 3 die bal uiteindelijk zal meenemen. Zonder dat daar ook maar een Utrechter in de buurt is. Ooyer. Soleimani. Fernandes. Wordt beroofd van voordeel door Bossen. Anita, ik weet het even niet. Vertonghen. Steekt rechtdoor. Maakt één lichaamsschijnbeweging. Is nog steeds aan de bal. Jan Vertonghen. Soleimani. Goede controle. Buitenkant rechts. Zo mooi. Boulik in. Ja. Hij zit er bijna aan te komen. Want Ajax speelt, ondanks het feit dat het ook nog op achterstand heeft gestaan voor rust, zoveel makkelijker dan FC Utrecht. Het maakt een zo ontspannen indruk. Het lijkt totaal niet geschrokken van de 2 tegengoals die het incasseerde. En Boulik in is inmiddels goud waard voor de Amsterdammers, want die maakt zijn 2e in 1 helft. Hier ook de controle van Soleimani, die door deze actie die bal in 1 keer goed heeft liggen. En ook bijna achterloos met buitenkant links die bal voor het doel krijgt voor een volledig vrijstaande Boulikin. Prachtig hoor, buitenkantje het hoofd er tegenaan en dan staat 2-3. Maar nogmaals, voorin loopt het wel. Het probleem bij Ajax, als het vanmiddag nog aan het licht moet komen, zit achterin, want het incasseert maar even zo makkelijk ook 2 tegengoals. Hazard. Duplan. Jan Vertonghen. Anita. Belabberd uitverdedigd. Het is weer zo'n situatie. Bovenberg profiteert er niet van. Van der Wiel. Eriksen. Hazard kleedt een vrije trap. Bossen wil er niet aan. Soleimani. Goed verdedigd door Bulthuis. Bovenberg. Anita gezien. Hier is de voorzet. Vermeer kan er niet bij. Moulenga wel, maar die komt naast. En dat gebeurt via een Ajaxiet, zodat Utrecht er nog een hoekschop van overhoudt ook.
goede voorzet van Bovenberg. Snijder. Rodney. Eriksen. Geen de bal aan te nemen. Daardoor kan Utrecht misschien wel druk houden. Snijder staat daar nog. Dat is een slimme overtreding. Die gemaakt wordt ook van de Wiel. Ja, die verplaatst zich. Maar die kan beter doorspelen. En dit is de volgende overtreding. En dat is geel voor Snijder. Die heeft Boerichter te pakken. Die hoopt toch echt op zijn beurt volgende week mee te doen. In ieder geval in de oefenpartij tegen Zwitserland van Oranje. Daar het overtredingje op Van der Wiel, niet gezien op Bossen. En die Boerichter die weliswaar mee verdedigt, maar een tikkie moet incasseren van Snijder. Bulikin. Eriksen. Van der Wiel. Hulghuis. Kooien. Verkerende post. Bulikin. Boerichter. En op de been blijven. Ligt wat makkelijk. En Bossen wilde fluiten, maar realiseert zich dat ook. En laat doorspelen. Duplan. Met Anita. Moulenga. Speelt de bal. Heb ik indruk. En gaat dat nu ook vertellen. Aan Bovenberg. Want zo erg is Bovenberg er dus blijkbaar aan toe. Dat hij heel snel weer staat. Die simuleert wat. Tot ongenoegen van Theo Jansen. Vandaar dat Bossen het ook laat bij een vrije trap. Hij is wat laat, maar hij speelt de bal. De middenvelder van Ajax. Extra speeltijd, u ziet het. Waar we inmiddels al in balans zijn, bedraagt 4 minuten. Bovenberg. Bovenberg. 1-0. Oh, die verlengt de verkeerde kant op. Bovenberg. Weer ver. Overtreding voorkomen. Bossen laat het gaan. Leek me dat hij zijn tegenstander in de lucht nu. Maar Utrecht speelt verder. En daar aan die kant, daar zit het zwakke deel bij Ajax. Links achterin. Jansen. Bulikin. Komt Ajax in die extra speeltijd misschien dan nog een goal. Bulikin, Soleimani. Oh, mooie redding van Fernandes. Geweldige reflex. Hij is er razendsnel uit. Alleen het probleem voor Utrecht is nu pas echt weg. Zo ongelukkig als hij was de doelman vorige week in Nijmegen. Zo succesvol is hij nu bij deze actie van Ajax. En dan met name van Soleimani. Hij behoedt Utrecht voor een vierde tegentreffer. De eerste helft die overigens niet echt top is, maar wel uiterst vermakelijk. Al was het alleen maar vanwege de 5 goals die we hebben gezien. Soleimani raakt de bal kwijt. Jansen moet hem dan terug veroveren. Van der Wiel
Ooyer realiseert zich dat je de keeper niet met elke keer een terugvalbal moet verrassen. Dan doet Van der Wiel het maar. Anita. En Bossen gaat Hazare nu van banen toespreken. En gaat dan vervolgens de vrije trap geven aan Ajax. Dat kan allemaal nog in de extra speeltijd. Eriksen. Maar nog steeds heeft Ajax, als het de bal heeft, veel ruimte om te voetballen. Boerichter vanaf rechts. Even geruild van helft. Van kant moet ik zeggen met Soleimani. Ook hij loopt er heel makkelijk langs. Boerichter gaat plat. Die bal gaat er niet in. Van der Wiel durft het niet aan. Jansen durft dat wel aan, maar die komt niet aan schieten toe. Soleimani. De omsingeling is tamelijk compleet. Anita, Jansen. Poelikin blijft staan. Nielsons vriend. Dat mag allemaal van Bos. En hier dan een keer nog de ruimte voor de tegenstoot. In een 2-1. Wat maakt Utrecht hiervan? Ooyer laat Moulenka de ruimte, maar Moulenka profiteert er niet van. Dat is het grote probleem voor Ajax in de eerste helft. Niet het scoren, dat deed het drie keer. Maar de gaten die het achterin laat, in dit geval voor Moulenka en Hazare. Ooyer en Vermeer verkleiden de hoek. Hier nog een keer de actie van Soleimani, dat was vlak hiervoor. Plus Boerichter, die uiteindelijk plat gaat een tel later en hoopt op een strafschop, die komt er niet. En ook de inzet van Eriksen stuit dan nog op de keeper. Kortom, er gebeurt van alles. Groots is het niet, maar het is wel uiterst plezierig om naar te kijken. De ruststand in Utrecht bij FC Utrecht. Ajax is 2-3. Ja, dankjewel Humberto. Ik ga erop letten wat ik allemaal meegekregen heb in de rust. De leukste vond ik een kijker die van mening is dat ik ernaast zit door te melden dat het geen topwedstrijd is. Ik denk dat hij het woord topwedstrijd in dit geval verkeerd vertaalt. Het is uiterst vermakelijk. Het is ook een spektakelstuk. Maar met een topwedstrijd bedoel ik ook erg goed voetbal. En dat is iets wat ik vanmiddag nog niet heb gezien. Zeker niet van Utrecht. Dat kan elkaar niet anders. Ik heb het al eerder gezegd. Vergelijk deze opstelling met die van vorig seizoen met Vorm, met Silberbauer, met Mettens, met Strootman. Kortom, een totaal ander elftal. En dat is voor een deel, denk ik, de verklaring van de eerste drie kwartier die we hebben gezien van dit FC Utrecht. Ajax gaat het eigenlijk makkelijk af, maar laat ook achterin nogal wat steken vallen, waardoor Utrecht toch tweemaal heeft kunnen scoren. Voor aanvang zei iemand tegen mij op mijn vraag, wat denk je, het kan alle kanten op. En ik zal de naam niet verklappen, maar die heeft tot nu toe gelijk. Ik heb geen idee hoe dit afloopt. Het kan 2-4, 2-5 worden. Het kan misschien ook 3-3, 4-3 worden. Het is wel, dat moet ik die kijker nageven, uiterst vermakelijk om naar te kijken. Geen wissels bij Utrecht. En Ajax kan er sowieso nog maar één toepassen. En daar wacht Frank de Boer wijselijk mee. De eerste lange bal van Buitens is niet al te best. Maar dat weet hij zelf als geen ander. Vermeer neemt de tijd voor de doeltrap. Probeert Nielsen over Boelikin heen te springen. Hier gaat Siem de Jong, de eerste die eraf moest met een blessure. Veel later gevolgd door Alderweireld, maar ja, een griepje. Daarvan herstel je over het algemeen wat sneller dan van een echte blessure. Eriksen. Verdedigd op Bulthuis. Die heeft in ieder geval in zijn oren geknoopt wat hij de rust tegen hem gezegd is. En dan wordt er gevlacht voor buitenspel. Van Gert. En dat is diezelfde grensrechter van dat Timmermans oog. En die zit weer goed. Van der Wiel. Hazare. Boulikin. En Eriksen.
Romani. Komt daar nog uit ook. En krijgt vervolgens een behoorlijke schop. Dat is een gele kaart voor Bulthuis. Die heeft de Ajax City een testuniform is te pakken. Dat is Soleimani. Geraakt door Eriksen. Althans, dat wil de verdediger doen voorkomen. Bossen zal nu een paar extra ogen moeten inschroeven. Want ik ben bang voor hem dat er nou dus nog van alles en nog wat gaat gebeuren. Het is inderdaad een overtredingtje van Eriksen. Een vervelende, maar geen zware. Vermeer kan er niet bij. Bovenberg scoort met het hoofd. Er staat 3-3. Nou, daar gaan we weer. 3 minuten aan de gang. Utrecht maakt zijn derde van de middag. Hij deed het met enige regelmaat bij Excelsior. En hij doet het nu voor zijn nieuwe club, voor FC Utrecht. Lars, moet ik zeggen, Daan Bovenberg. Kan er niet bij. Ooyer kijkt en doet niks. Boerichter kijkt en doet ook niks. En Bovenberg kijkt en scoort. 3 keer tegen Ajax gevoetbald, 3 keer gescoord. Het is een opmerkelijke serie voor de rechtsback van FC Utrecht. Ooyer. Buitens. Bulthuis. Anita. Jansen. Niet doorgelopen. Nee, hier te veel hooi. Nielsson. Afgeschud. Jansen. Wordt in de weg gelopen door Ooyer. Bertensson. En Bulthuis. Bertensson. Hazard. Sneijder. Hier is de voorzet. Gerrit in de handen van Vermeer. We hebben al een aantal wissels gezien bij Ajax. Inmiddels is de vierde man ook gaan warm lopen. Wie van de drie, terwijl hier de volgende mogelijkheid voor Utrecht zich aandient voor Molenga. Het is 4-3. Van net zo gemakkelijk als Ajax scoort, incasseert het goals bij Bosjes vanmiddag. En 6 minuten na rust staat Utrecht weer op voorsprong. Oh, 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 wat een geknoei achterin bij Ajax. Utrecht maakt 16 goals in 11 wedstrijden en maakt er in 50 minuten maar liefst 4 tegen Ajax.
weer aan deze kant. Anita is niet eens in de buurt te vinden. Die staat van een afstandje te kijken. Onder in beeld hoe Vertonghen het duel aan moet gaan met Moulenga. En Utrecht staat op 4-3. Bodekin, Jansen en Boerichter. Boerichter. Daar is Fernandes. Boerichter heeft wat pijntjes. Wilson. Soleimani. Van der Wiel. En Ooyer. Durft het niet aan? Ja, de weg terug is nu ook dicht, want dan loopt Moulenga. Slechte trap van Vermeer. Dit is 5-3. Dank u wel, zegt Assare. Wel ja. Binnen 7 minuten. Het is een ongelofelijke puinhoop bij Ajax achterin. Fernandes werd er vorige week bijna op achter afgerekend als keeper van nog geen 20. Hij was onervaren en het overkomt iedereen wel een keer. Maar wat Ajax hier achterin overkomt op deze middag tegen Utrecht, dat mag er ook zijn. Wat een geknoei. Onvoorstelbaar. Hier al de terugspelbal. Dat begint het eigenlijk mee. Want dat is een soort Hollandse ziekte. Altijd maar terugspelen op een keeper. Dan doet Vermeer zijn deel ook. En is Ajax in 10 minuten een 3-2 voorsprong kwijt. En moet het oppassen dat het niet wordt overlopen. Duplan, een geweldige voorzet, Van der Wiel verdedigd, Gernd, Ooyer verdedigd, Eriksen en Bulthuis. Ondertussen is de grensrechter gewisseld. Terwijl de eerste zware vuurwerkbom nu ook afgaat in Utrecht. De oorspronkelijke grensrechter eraf gehaald met een eraf gegaan moet ik zeggen kuitblessure. Molikin. Duplan. Vertonghen, Eriksen, terwijl iedereen voor mij is gaan staan en nu kijkt naar het Ajax-vak waar die vuurwerkbom is afgegaan. 1-0. Buitenspel van Eriksen. En de stemming waarvan je zou verwachten dat die er wel beter op wordt. Er spijtig genoeg niet beter op wordt. Buitens. En voor alle duidelijkheid, de bom ontplofte niet in het Ajax-vak, maar daar vlak voor. Dus waar die vandaan komt, dat weet ik niet. Maar het is schrikken geblazen als je daar staat. Van der Wiel heeft inmiddels de bal gespeeld aan Jansen. Overtreding Duplan.
Jansen trekt zijn schoen aan. Vertonghen maakt zich boos. Kan beter de vrije trapstel nemen. Want zijn ploeg staat inmiddels met 5-3 achter. Eriksen. Van der Wiel. Anita. Het mogen duidelijk zijn dat met een achter een nederlaag eventueel van Ajax hier vanmiddag in Utrecht de achterstand op de kop alleen maar groter dreigt te worden. Molenga. Sneijder. En Hazard. Nou, het volgende stuk vuurwerk. Eno. Vertonghen. Eriksen. Soleimani. Nielsson deelt een tik uit. Op een plek waar de bal niet is. Daarvan is Vertonghen het slachtoffer. Tegen Vertonghen aan. Mertensson overigens, een andere Zweed die zich meldde bij Utrecht aan het begin van dit seizoen. Theo Jansen. Jansen. Dat is wat hard voor Eriksen. Die wel, nee, die hem niet binnenhoudt. En een Utrechter geblesseerd op de grond. Ik denk dat dat Sneijder is die daar zit. Wiens enkel het toch niet houdt. Het onderstreept nog maar eens dat het percentage balbezit niet zoveel zegt over het verloop van de wedstrijd. Eriksen. Te kort en achter van der Wiel. Bulthuis. Hazard. Duplan. Gooi mee van Anita. Hier komt de volgende overtreding. Gernd. Molenga voor Ooyer. Komt niet aan scoren toe. Er is gevlacht op buitenspel. Ja, dat kan ook haast niet anders. En we kunnen die fans echter wel een voordeel geven. Want die zit tot nu toe nog steeds goed. Molenga blijft er blij liggen. Bos laat gewoon doorspelen. Ooyer. Vertonghen. Vermeer. Ooyer. Vermeer, ja, ik zou als ik Ajax was maar of vooruit voetballen of die bal uitschieten. Er is afgesproken met de club onderling dat er niet zou hoeven worden gestopt. Maar dit is wat buitengewoon dom, want dit kan er wel eens een zesde goal opleveren. Ook niet bepaald chic van Utrecht. De inzet van Gernd geblokt door Vermeer. Ja, nou moet je ook niet gek opkijken dat Ajax ook gewoon verder speelt. Utrecht zelf laat vervolgens ook na om die bal uit te spelen. Bovenberg is de slimste.
En uiteindelijk ontstaat er een mogelijkheid voor Utrecht. Voor Gerrand. En Moulenga die gaat op zijn gemak het verband eraf halen van de knie. Nou ben ik benieuwd, terwijl er op de middenlijn een opstootje aan het ontstaan is, of Bossen gewoon laat doorspelen of niet. Maar er staan er inmiddels nog vijf bij Moulenga met een brancard. Daar wil Moulenga dan weer niet op. En zo rollen we van het een in het ander. En leidt hij tot een plaatkluk. Ooyer. Moulenga gaat eraf, dat zoveel is wel duidelijk. Van der Wiel. Soleimani. Vertongen. Klein half uur in Utrecht. 5-3 voor de thuisclub. Anita, terwijl de kogel de logische vervanger lijkt voor Moulenga, 1-0. En Fernandes over, bij wie de bal nog bijna tussen de benen doorgaat. Opvallende redding van de doelman. Hij lijkt het klem te hebben, maar dat is niet helemaal waar. Oh, gaat me net goed. Hazard. Lijkt te winnen van Anita, maar maakt erbij een overtreding. Hier is Leon de Kogel. Boerichter. Anita. Koelikin. Op een vrije trap, die komt er niet. Snijder. Ooyer. Hazard. Achterin wacht Duplan, achterin wacht Hazard. Maar de voorzet vliegt tegen Ooyer aan. Inmiddels dolkomisch. Er komt steeds meer strijd. Wildhuis. Van der Wiel. Ooyer. 1-0. Soleimani weg. Niet gezien. Moeliki geraakt door Wuitens. Ajax zometeen met een derde invaller. En ook een aanvaller. Vertongen. Soleimani. En Ebesilio komt erbij. Het lijkt erop dat Boerichter niet verder kan. Is inderdaad degene die wordt vervangen. Lorenzo Ebesilio is zijn vervanger. Nielsson. Duplan. Bertensson.
publiek in. Meegegeven, Anita. Mooie aanval. Soleimani over een been. Daar komt geen penalty uit de voorschijn, hoewel hij ervan overtuigd is dat het erin is. Nou, volgende aardige moment zo meteen voor de herhaling. Maar eerst de tegenstoot van de thuisclub met Gernd. En Vermeer. 1-0. Eriksen. Soleimani. Eriksen. Krijgt de kans om het te herstellen. Nog. De kogel. Gernd. Nou ja, een terugvoetbal, dat kan er ook nog wel bij. Vertongen. Voor Azade. Soleimani wilde een penalty zojuist. Had hij gelijk, dat gaan we nu zien. Hij had gelijk. Pulthuis zet zijn voet tegen de enkel aan van Soleimani. Speelt daarbij niet de bal. En dus hoort hij vervolgens op de stift. Jansen. Soleimani. Van de wiel. Tommer staat voorin. Bovenberg verdedigt niet al te best uit. Wordt rechts gemaakt. Nee, Soleimani. Geen controle in de doelman. Fernandes. Bulthuis. Van der Wiel. Eriksen. Emicilio. Koelikin. En Soleimani. Koelikin. Dat doet hij knap. Alleen het vervolg is minder daarom. Leidt dit niet ontreffen. Het is te druk. De kant die hij op wil. Hier komt hij er nog uit de aard met Wuitens. Maar dan loopt hij vervolgens echt zwaar de drukte in. En hier gaat het volgende stuk vuurwerk. En denkt terecht onze cameraman die daar staat. Mijn tijd zit erop, die gaat weg. Het is levensgevaarlijk wat daar gebeurt. Dezelfde plek van een minuut of 10 terug ontploft een volgende grote vuurwerkbom. Hij kreeg geel, maar dat zal u duidelijk zijn voor de actie die hij had op Vertongen na naar Azaren. Wiel. Er wordt weer gevoetbald tussen de bedrijven door. Eriksen en Soleimani. Van der Wiel, Boulike niet, daar is 5-4. Wel ja, dat kan probleemloos hoor. Als u voor een doelpunt op bezoek wil ergens, moet u vandaag in Utrecht zijn. Eriksen zorgt voor 5-4 met nog 20 minuten te gaan.
Het is een bizar scoreverloop. Aan de andere kant is de bal weg. Die maakt een overtreding op Vertonghen. Terwijl Kali, de jongeling die in het basiselftal voor vanmiddag plaats moest maken, inmiddels klaar staat om in te vallen. Anouar Kali. Van der Wiel. Soleimani. Eriksen. Soleimani. Lijkt erop dat dit weer een kwartier is waarin heeft Utrecht de achterdeur openzet. Soleimani, wat slecht afgewerkt. Er staan er drie van Ajax te wachten. Bouliki, Nivasilio en Jansen. Die zijn alle drie boos op Soleimani. En om het te completeren is Soleimani boos op zichzelf. Jansen. Sneijder eraf, die heeft eigenlijk de naweeën steeds ondervonden van de schop die hij kreeg van Ooyer al ver voor rust. Hij maakt plaats voor Anouar Kali. Het is nu al sowieso de Utrecht Ajax met de meeste goals in de geschiedenis. Ooit kwam er een 3-5 op het scorebord in 81-82. Maar vanmiddag zijn we inmiddels al aanbeland bij 4-5. Ooyer. Eriksen. En nog steeds valt niet te voorspellen wie hier uiteindelijk als winnaar van het veld stapt. Jansen. Evisilio. Slim verdedigd erop. Ja, Hogenberg. Slim. Heel slim. Stapt er iets tussen. Pettersson. 1-0. Vertonghen en Anita. Hij komt stil te staan. Dan is het lastig om een gaatje te vinden. Basilio. Vertonghen. En omdat die bal weer achter Van der Wiel komt, moet hij wel inhouden. 1-0. Ooyer. Anita. Jansen. Ooyer. Dat is een andere variant voor Vermeer. Die kennen die nog niet. Vertonghen. Eriksen. Vertonghen. Nodig deze actie. Links en rechts van hem zijn medespelers vrij. Soleimani en
andere wiel in hun ijver om te proberen Ajax weer aan de bal te krijgen. Hier komt de tegenstoot via Azaren. De kogel. Duplon mee. En de kogel op zoek naar Ooyer. De kogel. Nou, dit is weer een losse polder. Hier zit meer in. Hier springt hij niet best mee om met deze mogelijkheid. Zegt, er is helemaal niets aan de hand. Bosch laat er in ieder geval verzorging komen. Maar Jan Vertonghen zet wel degelijk zijn arm in de nek bij de kogel. En dat levert de blessure op. Mee. Zo erg is dat ook weer niet. En dan zal Bosse verder moeten met een scheidsrechtersbal. En dan gaat hij vertellen aan een Ajax dat hij daar niet bij mag staan. Dat is ook een mooie oplossing. Ofwel, ja, ik wil wel zeggen. Oh, die mag hem gaan inleveren bij de keeper. Ja, dat zijn ook merkwaardige uitleggen. Van spelregels. Uiteraard is de kogel alweer terug. Zijn we een minuut verder en staat het nog steeds 5-4. Nou, dan mogen ze het nog een keer overdoen. Ja, hij kan nu moeilijk nog een keer gaan liggen, de kogel. Want dan legt hij er wel erg dik bovenop. Het liefst dat hij nog een keer gaan liggen, geloof ik. Op deze manier een hoekschop uit. Eriksen. Overstapt hij even Silio. Silio, ja, een bal aannemen in, met 4 Utrechters om je heen lijkt me geen goed plan. En dat is, kon nog wel eens meer gevolgen krijgen met Duplan aan de bal. Duplan met Van der Wiel. Duplan! En geel voor iemand die onderweg Azar onderuit haalde. Dat is Eriksen. En bovendien een hoekschop. Eriksen links onder in beeld. Die haalt hier Azar onderuit. Het gekke is dat voor rust iets omgekeerds gebeurde. Met een Utrechter die datzelfde deed buitens bij Soleimani. Dat bleef zonder geel. En dat op zich is ook de leiding soms onafvolgbaar. Kali! Oh! Met een goede hoekschop.
Vertongen. 1-0. Het is Link in het doelgebied bij Ajax. Zit Ooyer op zijn gemak de veters vast te maken. Geweldige tegenstoot had hij zonder enig risico voor buitenspel door Utrecht kunnen worden ingezet. Anita. 1-0. Goeie tussenkomst van Wildhuis. Anita. Eriksen. Van der Wiel. Heel makkelijk wegloopt uit de rug bij Gernd. Van der Wiel. Bouliki niet. Wolfenberg is met de zon. En Vertongen. Basilio. Goed gespeeld. Soleimani. De man die het best in vorm is. En bijna de gelijkmaker naast Fernandez schiet. Vrijwel uit stand. Aangespeeld door Basilio. Heeft hij nauwelijks tijd en ruimte nodig om die bal richting de verre hoek te sturen. Ali. Vermeer. Jansen. Evesilio. Anita. Eriksen. Jansen kan. Laten zien, maar uiteindelijk toch door 1-0. Anita. Vertongen. Het publiek voelt zich er niet helemaal behagelijk bij dit rondspelen van Ajax. Want het realiseert zich dat het wel is getrakteerd op 5 goals. Maar dat het er inmiddels ook al 4 om de oren heeft gekregen. De hooghoed is Dutland gekomen als man of the match bij Utrecht. 1-0. Anita. Nou niet de mensen die de opbouw moeten verzorgen. Van der Wiel. Ooyer. Basilio. Het publiek realiseert zich dat het de thuisclub nu door die laatste 5-6 minuten moet heen schreeuwen. Eriksen. Visser Buitens, Nielsson corrigeert. Eno. Ja, dit zijn zinloze ballen achterin bij Ajax. Op deze manier is het voor Utrecht best vol te houden. Van der Wiel. Soleimani. De bal gezet door Azare. Gernd. Gernd onderuit. Opstaan zegt Bossen. Niks aan de hand. Utrecht gooit omdat Ajax slecht uitverdedigt. Wildhuis. Vermeer. Basilio in de knel en de bal kwijtgeraakt. Bovenberg. Basilio. 1-0. Ooyer. Ooyer. Van der Wiel. En Anita.
Bulthuis of niet? Ja, die zit wel erg hoog met het been. Het duurde even voordat Bossen vloog. Wat rest is een vrije trap. Die komt van Theo Jansen. En dat gebeurt 3 minuten voor tijd. Jansen, oh je niet. Soleimani die teruglegt, maar niemand die kan profiteren van Ajax. Gevaar lijkt weg. Anita. Overtreding op hem. Volgende vrije trap voor Ajax. Kali en Azare vormen een muurtje, maar ook niet meer dan dat. Eriksen, daar is Fernandes. Kali, Azare. Anita, spelende maar in. Soleimani met 5-5, Soleimani niet met 5-5. Het wordt voorkomen door Bulthuis. Die voorkomt de Ajax gelijkmaker, de linksback van de thuisclub. Eriksen, Fernandes niet, bal overgekopt door Boulikin. Ja, het zou zomaar kunnen eindigen in 5-4, dat het ook 6-6 of 7-7 kunnen worden. Alles is mogelijk op deze middag in de Galgenwaard. Vertongen. Boulikin. Even Silio. Ondaan van Bovenberg. Eriksen. 3 minuten bedraagt de extra speeltijd. Eno van der Wiel. Ook dat is een goede voorzet. Fernandes met één hand. Boulikin. En Duvlan. Ja, die gaat op zoek naar een vrije trap mee. En hem kennende haalt hij die er nog wel uit ook. En dit is dom van Anita, want ik lever niet alleen Utrecht een vrije trap op, maar Duvlan wacht nog even met opstaan. Iemand van kramp afgeholpen, dat is Mertensson. En die is net fit op het moment dat Bos arriveert. Kali. Ja, ook voor hem en voor Bovenberg lijkt deze positie op het veld met de bal. Uitgelezen. Vermeer. Speelt die bal zo in de voet van Bovenberg. Kali. Duvlan. Dit beeld kennen we. Nu neemt Eno de overtreding voor zijn rekening. Nee, hier wordt eruit gelopen. En dit is de methode, zo ver mogelijk van het eigen doel afzien te blijven. En wat is er eigenlijk niet gebeurd op deze middag? 9 goals. Vroege wissels, noodgedwongen bij Ajax. Vertongen,
krijgt Azade op de rug en krijgt vervolgens een vrije trap tegen. Ja, die maakt zich breed. Die had gehoopt op de tegenovergestelde. Maar in deze situatie is Azade wat slimmer dan zijn collega aanvoerder. Martensson maakt nog plaats. Er komt zelfs nog een invaller in bij FC Utrecht. En dat is de normaal gesproken linksback van de thuisclub. De Australiër Michael Tsulo. Als er iets om een toelichting schreeuwt na afloop van een wedstrijd van beide coaches, dan is het wel dit duel tussen FC Utrecht en Ajax. Tsulo voor de slotseconde van Utrecht-Ajax. Kali, Bovenberg, Basilio. Bedroefde extra speeltijd. Al weet ik wel dat in die 3 minuten ook weer van alles kan gebeuren, waardoor Bosse er nog wat extra tijd bij trekt. Utrecht doet zijn uiterste best om dat dan ook te doen. Kali. Anita. Soleimani. Vertongen. Utrecht stapt. Doet dat slim. Duikt bovendien met een aantal mensen op de bal. Aan de andere kant is het Gern tegen Van der Wiel. En wordt het nu Vermeer tegen de kogel. Die levert er meer in bij Assar. Het zal toch niet waar zijn dat hij nog een keer wordt geforceerd. Nou! Het is Kali die het deze keer doet. Het is einde oefening voor Ajax in een bizarre wedstrijd. Waarin ongelooflijk veel fout en mis en gek en goed en weet ik veel wat gaat. Het eindigt uiteindelijk in 6-4. Aftrappen hoeft niet meer. Het feest barst los in de Galgenwaard. En de opluchting staat op het gezicht van de coach, van Jan Wouters. Anouar Kali met een geweldige actie.